gotta get up. Het is vandaag maandag 18 augustus en het is 10:55. Sorry dat mijn vlog zo laat start. Ik ga me nu aankleden. Ja, mijn blouseje heb ik al aangedaan. Ik denk dat ik 2 vlechtjes ga maken. Het kan zijn dat mijn vlog vandaag er saai wordt. Alvast nu al mijn excuses en mijn sorry en alles wat maar kan. Want ik ga gezelschapsspellen spelen met mijn zus. En ja, dat ga ik natuurlijk niet vloggen, want dat wordt ook saai. Ik bedoel, als ik telkens de spelletjes film. Ik moet de vlog ook nog bewerken voor een stukje, wat vandaag online moet komen, dus dat moet ik ook nog doen. Het is een beetje hectisch allemaal vandaag, maar het komt wel goed en ik probeer zoveel mogelijk te vloggen, anders mijn excuses. Zie ik jullie straks. Doei! Hey vlogjes, het is 12:30. Ik heb ondertussen nog gezelschapsspellen gespeeld met mijn zus en we zijn nu nog steeds een spel aan het spelen. Sorry dat ik een tijd niet gevlogd heb. De vlog staat trouwens online, dus die kunnen jullie wel bekijken. En ik heb vlechtjes. Ik kan vlechten. Ik ben zo blij dat ik dat kan. Dat is echt leuk. En ik vind het mooi, schattig, speels. Het maakt je look gewoon heel schattig en lief. En ja, de vlecht vind ik echt goed. Ja, die laatste plukjes krijg ik altijd lastig. Ik weet niet of dat bij iedereen zo is, dat je nog zo'n stuk over hebt. Ik heb toch al bij mensen gezien dat het een stukje korter is. Maar ik ben in ieder geval blij dat ik het kan. Ik moet hier wel een elastiekje zetten, anders is mijn vlecht veel te los en kan ik het niet zo goed. Maar ik ben blij dat ik het al kan dragen. Ik denk dat ik het nu de hele dag ga laten. Misschien ook mee slapen. En als ik dan morgen wakker word, heb ik van die mooie beachy golfjes. Ik ga me nu trouwens opmaken, want dat heb ik nog niet gedaan. Dus ja, dat ga ik nu even doen. Voilà, ik ben opgemaakt. Gewoon mijn everyday make-up. Mascara, concealer, afgepoederd, wenkbrauwen gekant. En de babylip Sherry Me. Ik ga nu verder gezelschapsspellen spelen met mijn zus. En dan zie ik jullie straks. Doei! Hey blogjes, het is 2:45. We hebben in totaal 5 spellen gespeeld. Ik weet superveel. Er waren een paar spellen waar ik nog niet wist hoe het moest. Dus ik moest nog het hele reglement lezen. Maar ik heb nooit zin om dat hele boekje uit te lezen. Dus heeft mijn zus dat gedaan. Heeft zij het reglement gelezen. En die hebben al mijn spellen gespeeld waar ik niet wist hoe je het speelde. Dus nu snap ik al mijn spellen die ik heb en kan ik ze allemaal spelen. Dus het is heel erg leuk. Ik weet niet of ik nu nog iets wil doen, want ik heb niet meer zoveel zin om een spel te spelen. Ik bedoel, we hebben er 5 gedaan. En ja, ik kijk wel thuis of ik nog een iets zin heb of ik nog iets wil doen. En anders zal ik vloggen voor jullie. En voor de rest weet ik niet wat ik nu ga doen. Ik ga nu 4 uurtje, dus ik ga een koekje eten, wat fruit of zo. En dan zie ik jullie straks. Doei! Hey blogjes, het is ondertussen 6:00 en we zijn al de hele namiddag aan het spellen en spelen. Ik weet niet hoe het komt, maar ik heb er ineens gewoon heel veel zin in. Want ik heb echt vandaag dat ik er nooit zin in heb. Eigenlijk bijna nooit, geef ik eerlijk toe. Maar vandaag heb ik weer zo'n dag dat ik er zin in heb. Dus we zijn al de hele namiddag spelletjes aan het spelen. Ik ga me nu douchen, dan ga ik avondeten. Ik zal wel wat vloggen in mijn pyjama en zo. Ik ga de vlog, denk misschien wat bewerken, make-up session werken en zo. Dus ik zal al zoveel mogelijk proberen te filmen. Ik hoop dat jullie het nu al interessant vonden door het kletsen en zo. En dan zie ik jullie straks. Doei! Hey blogjes, het is 5:40. Ik ben net gedoucht. Sorry, mijn mascara is een beetje uitgelopen. Ik ben hem vergeten af te doen voor ik douchte. En ik weet, ik heb vandaag niet echt gevlogd. Sorry, ik heb gewoon gekletst en gezegd wat ik heb gedaan. En dat is niet vloggen. Vlog is echt filmen wat je doet. Dus om het goed te maken, zal ik even laten zien welke spellen we gespeeld hebben. Dit zijn de 5 spellen en eentje staat al terug in de kelder, omdat we daar eigenlijk nooit mee spelen. Als eerste, Rara, wat zing ik? Daar moet je dus met een koptelefoon en een cd in de radio duwen. Moet jij 3 liedjes zingen en moeten de anderen raden wat je zingt. Het andere spel was Wie was het? En daar moest je zo de dader vinden wie een moord had begaan. Nee, wie een ring gestolen had. Die zit dan in die schatkist. Dat is een beetje zoals Cluedo, maar dan meer voor kinderen. Maar wel een heerlijk spel. Dan hebben we nog het Huis Anubis, de weg der verdoemden gespeeld. Dat ga ik zelfs nog een keer met mama en mijn zus spelen. Nu had ik het alleen met mijn zus gespeeld. Ook super fijn spel. Dan hebben we nog, dit klinkt heel kinderachtig, maar was ook heel leuk. Het verkeersspel 7+. Kijk, 30 minuten en 2 tot 4 spelers. Ook heel erg leuk. Je moest de opdrachten uitvoeren. En ja, heerlijk spel. Had ik ook nog nooit gedaan. En het laatste spel was Totally Girls, Not For Boys. Het ultieme meidenspel. Was een beetje waarheid durven of doen. Maar dan, ja, leuker. Omdat er ook een spelbord bij was. En ja, heel erg leuk. Ook leuke en gekke opdrachten. Ook super fijn spel. En dan hebben we nog een spel van het Huis Anubis gespeeld. Het Rijk der Schimmen. Maar die heb ik terug in de kelder gezet. Omdat het was niet zo leuk. En in mijn kast past het niet meer. Ik ga nu eten en ik hoop dat ik een beetje heb kunnen goedmaken door even de spellen te filmen en wat uitleg erover te geven. En dan zie ik jullie straks. Doei!
Ik ben klaar met avondeten en ik ga mijn spellenkast opruimen. Hier staan wat spellen. En dan die hele stapel wil ik opnieuw opruimen. En dat zal ik jullie doorgespoeld laten zien. Ik ben klaar en dit zijn zeg maar de spel die we niet zo heel vaak spelen. Ja, Lachenrijk wel, maar dat is een groot spel en dan werd het weer veel om in de andere kast te zetten. Sorry dat ik dit niet heb laten zien, maar ik had eerst stapels gemaakt van wat ik wel vaak speel en wat niet. Dan de grote kast is veel beter. Alles mooi gestapeld. En ja, nu valt het er tenminste niet meer uit. Hey blogjes, het is 9:10. Ik ga nu de hele vlog bewerken, make-up stage bewerken en zo. Want mijn mama en mijn zus zijn een serie aan het kijken wat ik zelf niet volg. Dus ik heb nu genoeg tijd om alles leuk te bewerken, want ik vind het altijd super fijn. Ik ga mijn vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En nogmaals mijn excuses dat ik niet zoveel gefilmd heb. En dan zie ik jullie morgen. Doei!